Goedemorgen, zonder zorgen. Het is vandaag zaterdag. En ik ben de livechat aan het doen. Dan zien jullie op deze prachtige muis. Oeh, muis. En we zijn nu bij het chocola en de auto gedeelte. Helemaal toppie. Super leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op het kanaal. Ik klik op belletje. Een belletje in Zuid-Duitsland. Heel erg fijn. Ik ben bezig met leren. En met de live chat. Ik heb net aan het Duits gewerkt. Moet ik zo nog even mee verder. Daarna ga ik denk ik Engels doen. Ja. Ik ben klaar met de live chat. Dus ik ga even de pc afsluiten. Dan is het tijd om verder te gaan met mijn huiswerk. Jee, zin in. Dus ik ga met de stoel. Bam, 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 bam. Weer naar mijn eigen plekje. Jee. Ja, ik moet weer even verder met Duits. Jee. Dat vind ik nou echt leuk. Tess is de pony van de wasstand. Die heeft morgen een wedstrijd. Ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat. Ik ga met Veroontje rijden. En dan kijk ik wel hoe laat het is. En hoe ver zijn we nog. Want vanavond worden de ringen neergezet. En dan gaan ze oefenen. Maar ik weet niet of ik daar de hele tijd op ga wachten. Omdat ik tussendoor naar huis ga. Maar zij filmt haar stuk. Ik mijn stuk. En ik ga lekker rijden. Ik ben hier samen met Boris. Moeders, die is daar. Die gaat naar huis toe. En ik ga nu met Boris aan de slag. Ik heb Blondie al gedaan. Die heb ik gewassen, geknipt. Al van dat soort dingen, die hoef ik alleen nog maar te scheren. Kijk, die staat daar. Oh, Boris en Blackie. Blondie heeft nu weer witte manen, één wit beentje, want ze heeft er maar één. Haar voorpluk heb ik al in een knotje gedaan. Daar morgen moet het steken en ze heeft witte manen. Goed zo, Tess. En weer kijken dat je terug bent in je zitten. Maak jezelf lang. Goed. Bijvoorbeeld 10 meter bij de zee, mag ook 15 meter zijn. Buitenkant van je pony sturen. Daarbij doe je van één in de passen vooruit. A, X, A, grote volte. Of de volte tussen X en A van op rechts. A, X, A, grote volte. Of de volte waar jij denkt dat het beste is. Arbeid van op rechts. Deze was niet slecht, maar altijd zo. Maar de eerste was de beste. Ja. Geeft niks. Heeft ook gewoon nog een beetje met je concentratie te maken. Was je knap, Zeetje? Ja. Ja. Buiten gehoord, dat plek met je ogen gaan. Ja. Die slaat dan gewoon op je voeten maken. Floresje, boefje. Ik dacht, ik moet het even. Tessa, ik heb Boris. Ik heb Blondie. Je mag raden je punten. Ik weet dat Boris, heb ik er eentje al gezien, is 186,5. Die is goed, ja, die heb je al gezien, maar hoe is die andere? Dat is sowieso een start. Ja, die andere? Is dat proef 1 of 2? Ja, dat mag wel een beetje hoog. 85. 180.
iets over. 87. Dan een half uur erbij. 86,5. 87. Dat is je tweede. Maar nu de eerste. Voor de eerste moet je nog een beetje hoger. 88. Nog een beetje hoger. 189. Nog veel hoger. Veel hoger. 190. Nog iets hoger. 192. Nog eentje omhoog. 193. Bijna twee winst. Dat is echt hoog. Dus dat is startklasse mag niet schat. Dan moeten we wel even pony meten. Gefeliciteerd. Pony met karakter, toch? Wat staat er? Wat stond er? Ik ben hier samen met Boris en met zijn vriendje. Ze zijn aan het spelen. En het is vandaag maandag. Ja, maandag. En ik ben vandaag naar school toe geweest. Yay, super geweldig. Dus dat was super leuk. Ik moest de gym doen. Maar ik heb natuurlijk een hele erge peesblessure. Nee, knieblessure was het. Omdat ik... Wow, yo! Oh, yo. Dankjewel voor het zand, Boris. En nu ben ik op de manege. Ik ga Verona rijden. Maar eerst staan ze nu van de molen. Ze zijn... Oh, ik vind dit echt te schattig. Oké. Ik ga nog even genieten van hun twee. En daarna ga ik op het kroontje op zadelen. En dan rijden. Ja, ik film hier nog wel een stukje van. Dit is geen grap. Mama, dat heb je niet gezien. Op Verroontje. Ik had net al wat kleine stukjes laten zien. En ik had van tevoren nog niets gezegd, volgens mij. Maar ik ga Verroontje rijden. Maar ja, ik ben op dit moment aan het rijden. Hey, rij je op de recht? Ja. En... Ja, wat ga ik doen? Ik ga denk ik nog wel kleine stukjes filmen. Maar ik moet eerst even een muis. Ligt op de plakrand. Blablabla. Die ga ik even afschuiven met mijn flapske. Ik denk niet dat jullie dat willen zien, want het is een dode muis. Dus... Oké, ik heb de muis verjaagd. Hij was echt dood. Nu ga ik echt rijden. Misschien nog een klein stukje filmen, weet ik niet zeker. Maar tot zo! Yeah! Goedemorgen, zonder zorgen. Samen met Alice. Alice heeft vandaag de handbal meegenomen. Het is even wat anders dan een tennisbal, maar... Ze is er best blij mee. Oké, kom. Het is vandaag dinsdag. Samen met Alice aan het wandelen. Ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb nu nog even mijn winterjas aan. Want ik heb het koud. Ik ga van... Hand wisselen. Zo, dat is beter. Maar ik ga met Alice wandelen. Oh, en het begint te miezeren. Lekker. Ja, als je de lucht ziet, dan snap ik het ook wel. En daarna ga ik naar school toe. Tot zo. Moeten we even wachten? Ja. Deze moet even dicht. Gaan we wachten? Ja. Ah, Bassie. Ik ben hier samen met Daan. Wij zijn nu video's aan het opnemen voor Daan. En Steef natuurlijk hun kanaal Arkelhoeven. Nou, eigenlijk niet voor je kanaal. Dit is eigenlijk voor een heel nieuw project. Dus dat is super gaaf. Straks gaan we ook nog even opnemen een stukje voor ons kanaal. En dat gaat dan over
tests en proefjes rijden. En waarom pas te starten met de B als je er ook klaar voor bent. En we gaan voor jullie nog Jules opnemen, toch? Ja, klopt. Dus wij hebben er zin in. Nou, ik ben Verona ondertussen aan het logeren. Tess is nu natuurlijk in de les. En we doen vandaag even freestylen, omdat ja, ik graag wil dat ze zoveel mogelijk weer haar nek goed kan buigen. Maar ik wil het ook niet forceren. Dus we doen 3, 4 dagen, nou 3 dagen meestal, dat we eventjes proberen wat meer aan te werken. En de andere 4 dagen, sowieso een dag vrij natuurlijk, en de andere 4 dagen probeer ik dan haar wel soepel en los te houden. Maar niet zo ver dat het erg belast wordt. En tegelijk ook wel beter te gaan. We zitten nu wel op de goede hand. Kom maar. Kom maar, grap. Goed zo. Dus je ziet, het is ook steeds minder te mager. Het begint nu weer lekker bij te komen. Dus daar ben ik sowieso heel blij mee. Dus eigenlijk doet het heel goed. Onze oude oma. Zo, na gedane arbeid lekker rollen. Francis had er net helemaal gepoetst. Super lief van Francis, dankjewel. Maar ja, dit is toch ook wel weer even heel erg lekker. Gewoon even lekker rollen. Zo, ja. Rustig. Rust. Wil ontspanning zien. Zo. Wil geen ruzie zien. Wil ontspanning zien. Zo. En hoe meer ruzie we met haar gaan zoeken, hoe erger het wordt. Zo. Daar. Heel goed. Ja. Denk eraan. Ik zie Tess dat je je schouders te strak hebt, want je hand gaat mee met het staan en zitten. Dus hou dat ietsje los. Oh ja. Je mag best even aanspannen om te corrigeren. Als je daarna ook maar weer lucht. Oh ja. Daar. Goeie been van mij. Zo. Nou ja, ook voor je pony, maar goed zo. Ja, en weer rustig aandraven. Niet in één keer volle bak willen, maar gewoon rustig aandraven. Goed zo. Dus hou je schouders los. Zodat je handen mooi stil op zijn plek kunnen blijven. Zo, ja, ontspan je lichaam. Aan de linker teugel houden. Recht houden. Zo, ja. Goed zo. Ja, en dan weer rustig naar voren. Niet in één keer volle bak, maar gewoon terug naar je normale draf. Gewoon terug naar je normale draf. Ja, goed zo. Daar. Even de hand veranderen. En probeer hier dicht bovenop te zitten, dat je dit kunt houden. Recht houden. Goed zo, keurig, soepel in je schouders. Zo, ja, soepel in je schouders. Zo, daar. Niet te veel met je binnenteugelcontrole maken. Heel mooi, aan je binnenbeen. Ja, kijk verder, zo ja. Blijf zelf los in je schouders. Goed zo. Kijk de volte door. Keurig, en ontspan hè, corrigeer en ontspan. Want we willen die neus als een stofzuiger over de grond. Ja, en weer rustig naar voren. Goed zo. En meteen weer rustig naar voren. Nou, Tess is in de les met Blondie, maar die heeft aansluitend les met Boris. Dus dat betekent dat ik als een brave ponymoeder Boris ga halen. Zodat hij opgezadeld staat en klaar is voor onze kleine Amazone. Borisie! Boris? Boris! Oh, Boris! Boris? Ah, daar was je. Ga je mee? Dan ga ik jou zadelen. Oeh, dat is een beetje gek, hè? Ja. Zo, wij zijn klaar met de manege. Yes. Het wordt echt heel snel donker inmiddels. Ja, het ziet er heel licht uit, maar het is best donker. Het is pas 8 uur, dus de winter begint weer te komen. Ik heb in de les gereden. Ik heb les gekregen. En het ging hartstikke goed. Nu gaan we naar huis toe. Ik ben best moe. Ja, dat was mijn dag voor vandaag. Tot morgen. Ik ben nu samen met Boris. Ik kom net uit school. Uit school, niet uit de McDonald's. Uit school. En vandaag heb ik les met Boris, dressuurles. En heb ik springles met Blondie. En over 19 minuten moet ik in de les zitten met Boris. Dus ik heb nog wat tijd. Niet heel veel meer, maar
Ik moet eerst gaan vegen. Daan gaat uitleggen hoe Boris zweet. Ik ga even mijn haar doen. We beginnen met het haar. Nou, we gaan nu natuurlijk na de les altijd eventjes kijken waar de pony precies bezweet is. Wat me nu heel erg opvalt, wat ik bij Boris nog niet veel eerder heb gezien, is dat we hier zweet hebben. En hier zo. En dat is toch wel heel erg een teken dat Boris meer bij zijn schoft de aanspanning heeft gemaakt. In het bol maken van zijn schoft, het beginstukje van de hals. Wat je zeg maar ook in de toekomst kunt zien als je je paard in dit gedeelte meer kunt laten zweten. Dat worden dan ook van die paarden met van die hele gespierde hals al hier zo. Ik heb Boris gereden. Helaas had ik wat last van mijn knie, omdat ik van mijn fiets ben afgevallen. En nu? Nu ga ik Boris afzadelen, de hapjes doen, even wat drinken en Blondie rijden in de springkast. Bij Boris is het wel precies op dezelfde manier. Tussen die twee kuiten en aan die twee monden. Ja, daar. Nou, kuiten bij, opletten. En dan ben je daarna weer hartstikke lief in sprookjes, Bos. Zo, ja. Ja, toch je kuiten bij, toch je kuiten bij. En niet trekken aan de of niet remmen aan de sterke teugel, hè. Dan ben je eigenlijk alleen maar aan het kuittrekken. Goed, zonde van je tijd. Heel goed. En toch soepel in die rechterarm blijven, Tess. Ja. Keurig. En dan draaf je zo rustig aan. Hou mooi recht. Goed zo. Ja. En ook al zit je met springzadel, mooi remmen in je bovenlichaam door dat mooi terug te houden. Hè? Goed zo. Ja, en dan ga je weer kijken, kan ik die draf wat verruimen. Daarna weer ietsje terug. Goed, maar zorg dat je verruimt tot wat je onder controle kan houden. Hè? Dat je het niet kwijtraakt. Zo, ja. Tussen twee teugels. Keurig. En het soepel in je schouders, hè. Ook als ik je op een springzadel. Daar mag je houding niet onder lijden. Alsof je gewoon dit kan doen, alsof je aan het uitdraven bent. En dat je dan heel simpel zo dit. Alsof je dit gewoon kunt houden. Niks meer en niks minder. Ja. Niet aanstellen. Zo. Ja, en rust. En rust. Zo. Gewoon doen alsof het niet gebeurd is. Daar, ja. En dan ben ik eigenlijk dit in gamon, maar met hetzelfde gevoel als dat je een draf doet. Ja. Gewoon heel simpel. Ik wil dat dit lager werkt, dat het helemaal niks voorstelt. Dat je eigenlijk een rondje kan rijden alsof je in het bos met een lang teugeltje rijdt. Ja. Nou, waar hebben we nu bij Blondie zweet? Hebben we nu hier het zweet zitten. Daar zit ook de, dit is de schenkel volgens mij. Het zweet wat we hier zien is echt je, ja, je bilzweet. Dus niet hieronder zit snel je been of de buikspier. Dit is dan weer meer de rug en hier is echt billenzweet. Billen. Dus je hebt echt de billen getraind. Is ook echt een bilzweet daar? Hier? Daar zit ook billenzweet. Goedemorgen, het is vandaag. Dan moet ik even nadenken. Dat is heel goed van mij, dat ik daar even over na moet denken. Vrijdag, laatste dag van de week. Yes! Daar ben ik enigszins wel heel erg blij mee. Want dan is het weekend, dan kan ik weer uitslapen. Yay! Het is 12 graden. En ik loop in mijn korte broek. Hoezo? Omdat ik een wond op mijn knie heb. En daar heb ik nu zalf overheen gesmeerd. Koeling zalf. Maar als ik daar nu een broek overheen doe, dan gaat die ontsteken.
Dus ik moet even Alice uitlaten in mijn korte broek. Dan kan mijn moeder daarna mijn wond in tapen. Ja, zoiets. Oh, ik kan niet fluiten vandaag. Alice is volgens mij lekker aan het zwemmen. Dus ik moet wel even bij het blijven kijken of het goed komt. Alice is ook al haar ballen kwijt. Dus we zijn nu zonder bal. Dus Alice is overal op zoektocht. Zelfs in de waterweg. Ik denk niet dat je daar zo makkelijk een bal kan vinden. Nee hè. Ik ga zo naar school te fietsen. Ik ben al heel gevaarlijk op de fiets. Dus ik ga daar niet echt iets van filmen. Op school ook niet echt. Privacy schending. En... Hi, Cassie. En dan ga ik volgens mij... En een paar ponies hebben vrij. Verona ga ik erbij. Alleen, daar ben ik de single van kwijtgeraakt. Oh, Tessa, hoe dom kan je zijn? Nou ja, ik had nog een rot week achter de rug. Dus... Maar ja, ook geen excuus. Dus nu... Ga ik Alice uitlaten naar school toe.